Onderstrepen, samenvatten en stampen. Als je die dingen doet, dan heb je het gevoel dat je heel goed aan het studeren bent. Maar is dat wel zo? Ik onderzoek wat nou echt effectieve manieren zijn om dingen in je hoofd te krijgen en hoe we deze aan studenten kunnen leren. Nee, dus het gekke is dat herlezen en samenvatten, dat geeft ons een heel goed gevoel tijdens het leren. Maar we zijn die dingen daarna snel weer vergeten. Dus dan zit je in de toets en je weet misschien waar die antwoord in jouw samenvatting stond, maar je kunt die antwoord niet uit je geheugen oproepen. En het gekke is eigenlijk dat we nooit leren hoe we nu het best leren. En dan doen we maar wat en we volgen ons gevoel, maar dit gevoel is vaak misleidend. Maar eigenlijk, we zijn ons hele leven lang leren we nieuwe dingen. Dus het is echt belangrijk om te leren hoe we dat nu op de meest effectieve manier kunnen doen. Ja, we hebben een training ontwikkeld, Study Smart, wat studenten bewust maakt welke strategieën nou echt effectief zijn. En er zijn twee belangrijk. Eén is om jezelf te toetsen, dus oefentoetsen te maken of vragen te beantwoorden. Dus dingen actief uit je geheugen op te roepen, dit is heel effectief. En ten tweede is het heel belangrijk om je studie over de tijd te verspreiden. Je kunt het een beetje vergelijken met leren autorijden. Dus als je de volgende dag een tentamen hebt, dan begin je ook niet die dag daarvoor. Maar je spreidt het over de tijd en je oefent ook echt autorijden. Dus als je effectief wilt leren, kost het nou eenmaal tijd. Normaliter geef ik trainingen aan docenten en studenten op de universiteiten. Maar dat gaat nu allemaal online. Maar dat gaat wel. Maar corona was ook aanleiding voor nieuw onderzoek, dus we hebben gekeken hoe studeren studenten eigenlijk nu online thuis. En we hebben gevonden dat sommige studenten zich heel goed konden aanpassen aan deze situatie. Maar sommige studenten waren heel overweldigd en konden zich minder concentreren en hun aandacht reguleren. En sommige studenten waren helemaal vergeten dat ze aan het studeren zijn. Dus hoe we nu deze studenten kunnen ondersteunen, beter online op afstand te studeren, dit is een nieuwe vraag. Nou, ik vind het heel erg leuk dat mijn onderzoek hier toepasbaar is. En we proberen de kennis van de cognitieve psychologie naar de praktijk van de studenten te brengen. Dus een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk. Maar ik vind het ook heel leuk, dus uit ieder onderzoek en experiment dat we doen, kunnen we sommige vragen beantwoorden. Maar er komen ook nieuwe vragen en problemen op. Dus ik ben zelfs heel nieuwsgierig en vind het heel erg leuk om dingen te bedenken hoe we nu antwoorden op deze vragen kunnen vinden.